Ja, jongens, bijna gefeliciteerd met Feyenoord. Bijna 110 jaar. Jullie zijn hoe oud? 12. En? 14. En Senna en Nino toch, als ik het goed heb, ja. Waarom zijn jullie vandaag bij de verjaardag van jullie favoriete clubs aan jullie kleding te zien? Nou, omdat ja, we moeten toch wel meevieren, toch, dat ze 110 jaar oud zijn. Ja. Is dat heel bijzonder? Denk je dat Feyenoord nog een keer 110 jaar kan bestaan? Tuurlijk. Wat is er zo mooi aan, aan jullie Feyenoord? Ja, alles, maar vooral de supporters. En ja, het is altijd gezellig hier zo, ook al gaat het slecht bijvoorbeeld. De sfeer. Natuurlijk, het gaat ook wel een beetje om de sfeer vandaag. Wat verwachten jullie een beetje van het vuurwerk? Nou, heel veel fakkels en illegale dingen. Illegale dingen zoals? Nitraten, cobra's. Ja. Dat hebben jullie natuurlijk nooit afgestoken zelf, hè? Ja, wel. Maar hoort erbij. Okay, ja, wat betekent Feyenoord voor jullie? Zijn jullie ermee opgevoed of zijn jullie het zelf geworden uiteindelijk? Geworden. Ja. En hoe? Wanneer kocht je je Feyenoord etui bijvoorbeeld en toen was je verfijnerd? Hoe is dat gegaan? Nou, ik mocht zeg maar bij Feyenoord voetballen en toen ben ik zelf ook echt Feyenoord heel veel gaan supporten. Ja. Voetbal je nog steeds op Feyenoord of niet? Nee, dat niet. Dat is jammer. En jij, hoe is dat bij jou ontstaan? Ja, ik was al sinds kleins af aan was ik al naar Feyenoord toegebracht en mijn vader is wel heel erg supporter, dus dan gaat het door eigenlijk gewoon. Heb je eigenlijk geen keuze? Nee, maar maakt me niet uit. Zijn jullie er elke week in de Kuip als ze thuis spelen? Ja, elke week. Waar zitten jullie? Ik vak D of Z. Of, ja, het is verschillend eigenlijk bij mij. En jij? In vak Z. En ja, als jullie zijn nog jong natuurlijk. Het kampioenschap is denk ik het mooiste moment voor jullie, toch? Ja, zeker. En kon de bekerwinst daar een beetje aan tippen van dit jaar? Niet echt. Het is wel mooi dat die goud is, maar ik kan nooit... zeg maar. Ja. En ja, onvermijdelijke vraag natuurlijk ook. Want met Kuit werden we derde. En daarna de beker. Nu met Van Persie derde en de beker vierde, sorry. Gaan ze dan nu weer kampioen worden? Of is dat niet een logisch gevolg voor je? Ze worden weer kampioen, geloof mij maar. Ja? Ja. Ik geloof je helemaal. Denk je het ook? En waarom worden jullie kampioen, denk je? Ja, we hebben een best wel goed team en Van Persie is natuurlijk, als die topfit blijft, dan gaat het denk ik wel goed komen met Feyenoord, dus. En is die fit, denk je? Fit genoeg? Hij was tegen Basel heel goed, hè? Ja, tot nu is die fit, dus als die dat blijft, dan ik denk het wel.